Yes, een hele goede avond. Welkom bij het Amsterdamse Lerarencafé. Een samenwerking met Meester met Dromen en de Amsterdamse Klas. Wij maken maandelijks hier programma om jullie te inspireren en te informeren. En dat doen we niet zomaar, dat doen we ook met jullie, maar ook met onze gasten. Nou, mijn naam is Emi Kesesi, dus een van de medeoprichters van Meester met Dromen. En ik heb vandaag niet een gast die jullie vaak zien, maar een ander iemand. Want helaas door privéomstandigheden kon mijn compagnon Yassine niet bij zijn. Dus ik ga even het woord geven aan mijn nieuwe sidekick. Ja, Danny. Hi. Dankjewel dat ik mocht komen. Ik ben Danny Blommestein. Ik neem het nu over van meester Yassine. We gaan het vandaag hebben over de schoolcultuur en over moeilijke gesprekken. Wat bespreek je in de klas met leerlingen? Vooral over leerlingenparticipatie. En dat zijn de belangrijke gesprekken waar we het over gaan hebben vandaag. En volgens mij kunnen ook de mensen in de zaal, maar ook de kijkers interactie hebben. Hoe doen ze dat? Ja, zeker. Je kan je hand opsteken als je iets wil vertellen of als je iets wil zeggen. Maar we hebben ook via Mentimeter, zoals je hier ziet, kan je inloggen. En dan kan je ook online meepraten over dit onderwerp. Dus de code van de Mentimeter is, zoals je op het scherm ziet, 86652752. Zullen we het ook een beetje wat meer interactiever doen van als er echt iemand met een goed verhaal in de zaal denkt van oké, ik heb hierover een mooie anekdote, dan mag die persoon zo meteen, als we zeggen, hier op de praatstoel om haar of zijn verhaal te delen. Dus en anders kan jij met de microfoon. En anders kom ik gewoon de zaal in. Zo, nou, we hadden het over de schoolbank en ik denk dat ik onze eerste gast ga uitnodigen. Docent op het Bindelmeer College, Wendy. The floor is yours. Yes. Ja, stel jezelf op. Dames en heren, welkom. Mijn naam is Wendy en ik ben docent Nederlands op het Bindelmeer College. En ik heb een anekdote voorbereid. Nou, een doodgewone houten stoel naast mijn bureau. Ik vraag aan mijn leerling, kom je even zitten? Ergens midden in het schooljaar begon ik ermee. En ik had toen geen idee dat deze doodgewone, zogenoemde praatstoel zoveel voor mijn leerlingen zou betekenen. Nou, toen mijn mentorleerlingen naar hun eigen zeggen hadden gestoeid en de teammanager en ik dat heel graag wilden oplossen, vroeg mijn teammanager op een gegeven moment aan mijn leerling, hoe ga je dit in de toekomst voorkomen? Hij was even stil en zei vervolgens, de praatstoel. De praatstoel, zei mijn teammanager. Ja, de stoel naast je Wendy's bureau. Ah, dus je gaat op die stoel zitten en je gaat je verhaal vertellen. Nee, zei mijn leerling en hij corrigeerde mijn teammanager. Als ik op die stoel ga zitten, dan laat die stoel mij praten. En van binnen moest ik even grinniken. Maar ik realiseerde mij wel heel erg goed dat er wel de behoefte is om te praten. Een keer schreeuwde een leerling tijdens een mentoruur, juf, ik haat die docent. Ik heb zo'n hekel aan die docent. En ik werd even stil. Kom even op de praatstoel, zei ik. En hij nam plaats. Hij had het idee dat de docent ook een hekel aan hem had. En ik vroeg, waarom denk je dat? En op een gegeven moment zei ik, en ik vroeg ook aan hem, maar je hebt een handleiding, toch? Ja, juf, ik heb een handleiding. Mensen moeten mij leren lezen. En toen zei ik, datzelfde geldt ook voor de docent. Jij moet ook de docent leren lezen en elkaar leren begrijpen, zodat jullie ook met elkaar kunnen omgaan. Hij keek me aan en hij realiseerde wat ik zei. En hij zei, juf, u hebt gelijk. Ik ga haar handleiding proberen te lezen. En ook ik als docent probeer telkens de handleidingen van mijn leerlingen te lezen. En wat ik nu lees, ze hebben blijkbaar de behoefte om te praten. Omdat thuis daar de ruimte er niet voor is. Bij mij in de klas is die ruimte er wel, door middel van deze stoel. Voor mij een doodgewone stoel, maar voor mijn leerlingen een betekenisvolle praatstoel waar ze op dat moment hun hart kunnen luchten. Want vragen of ze met de docent kunnen praten, dat is voor vele leerlingen een te grote stap. Dank je wel. Dan nodig je uit om aan een van deze tafels plaats te nemen. Ik heb meteen een vraag en daar ga ik ook op in. Hè. Het is een Amsterdamse school. Ja, het is een
programma voor alle Amsterdamse leerkrachten. Denk je dat alle scholen in Amsterdam zo'n praatstoel moeten hebben? Waarom wel, waarom niet? Ik denk persoonlijk van wel, want we gaan er telkens van uit dat er ruimte en tijd ervoor is om thuis met die, dat de ouders daar de tijd en ruimte voor creëren. Maar vaak is dat gewoon helaas niet zo. En ja, de praatstoel heb ik toen geïntroduceerd van, ach, kom even op de praatstoel zitten, een beetje als een grapje. Maar je merkt wel echt dat er bij mijn leerlingen behoefte aan is. En ik denk dat het ook geldt voor alle Amsterdamse klassen, zodat ze echt gewoon even rustig op zo'n stoel kunnen zitten en hun ei kwijt kunnen. Oké, dank je wel. Ja, mooi. Super. Nou, zullen we dan onze volgende gast introduceren? Ja, dat gaan we doen. Wendy. We hebben Jordi Blom, geschiedenisdocent bij het Eiburg College. Welkom. Welkom. En we hebben onderzoeker en adviseur Evelien Hoekstra. Ook welkom. Zo. Evelien, je hebt net een voorbeeld van Wendy gehoord. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe is het bij jullie op school? Hoe gaat de communicatie en moeilijke gesprekken bij jullie op school? Nou, wat wij doen is, wij organiseren dialoogtafels op meer dan 15 middelbare scholen in Amsterdam op het moment. En dat doen we samen met leerlingen en dat doen we vaak in een kringgesprek. Waarin we een veilige omgeving creëren en hun laten vertellen wat zij tegenkomen op school, wat ze ongemakkelijk vinden. En dat doen we met name met docenten. En zodat de docenten onderling van elkaar weten, hoe staan we in bepaalde onderwerpen en hoe kunnen we zorgen dat we als school ook een gemeenschappelijke waarde aanhangen en dat ook kunnen uitdragen naar onze leerlingen toe. En dan, als je dat burgerschap op die manier kan voorleven, breng je volgens mij de leerlingen iets moois. Oké. En bij jou, Jordi? Hoe is het bij jullie? Even kijken naar wat we eigenlijk doen voor de leerlingen, is in de onderbouw vooral heel veel contactmomenten met een specifieke coach of mentor. En wij beginnen de dag altijd in een coach setting en eindigen de dag daar meestal ook weer mee. Waardoor er dus een goede band ontstaat tussen die coaches, waardoor dus de drempel veel lager is voor leerlingen om naar zo'n docent toe te stappen. Jordi, je gaf net al een mooi voorbeeld. Evelien, je zegt veilige sfeer. Hoe creëer je dan zo'n veilige sfeer voor leerlingen of voor docenten? Nou, door te zeggen dat alles wat in deze kamer gezegd wordt, daar ook blijft. Dus dat maakt het vandaag al wat ingewikkelder, want we zijn niet hier alleen. Mm-hmm. En dat helpt heel erg. En een luisterend oor bieden. En dan merk je heel erg dat docenten tegen allerlei situaties aanlopen op school. Of het nou gaat over, wat moeten we nou met de vrijdagmiddagborrel, want ik drink liever geen alcohol. Of wat moet ik nou met het gender, want dat vind ik heel erg lastig hoe dat op het moment gaat. Dat kom je allemaal tegen. En leerlingen geven dat soms ook aan van, ik voel me wel eens gediscrimineerd. Of een leerling wordt terrorist genoemd, maar de leraar doet helemaal niks. Dat zijn dingen die je graag met de docenten wil bespreken. Van, hoe staan jullie hier nou in als docententeam? Daar moeten we wat mee. Zeker. Ja, zeker. Danny, wij hebben een aantal casussen anoniem ingediend gekregen. Ja. En we gaan er twee behandelen. En casuïstiek 2, die vond ik best wel interessant. En dat gaat als volgt. Een aantal leerlingen voelt zich wel eens gediscrimineerd in de klas. De docent zegt dit niet zo bedoeld te hebben en lijkt zich niet bewust van vooroordelen. Waarschijnlijk is het, volgens mij is het iemand die hier de kans heeft ingebracht. Dus ik ben heel benieuwd wat de antwoord gaat komen. Is dit herkenbaar? Voor mij gebeurt het eigenlijk heel erg weinig op het Eiburg College. Tenminste, in mijn lessen. En ik denk dat dat vooral is omdat iedereen bij ons wel een achtergrond heeft. En dat vanaf echt moment 1 wordt meegenomen. Hey jongens, we zijn hier met elkaar. We zitten in dezelfde klas. We moeten met elkaar gaan doen. Dus als er gediscrimineerd wordt, wordt dat meestal ook dus geuit. Daarnaast is het wel zo dat ik zelf in de lessen, zeker als het bijvoorbeeld nu over slavernij gaat, dat ik er wel echt heel erg bewust ook naar uitspreek. Ik ben een witte man. Ik weet dit. Sommige dingen krijg ik niet mee op de manier waarop sommige leerlingen dat wel meegaan. Maar dan moet je echt, vind ik, juist hen de ruimte geven om hun verhaal te vertellen. Daar is wel inderdaad een veilige sfeer voor nodig. Daar moet je die connectie goed mee hebben met de leerling. Maar
Het is mogelijk. Juist door die veilige sfeer, door zelf je eigen makken eigenlijk aan te geven, zorgt het ervoor dat dus die leerlingen dat sneller ook dit soort dingen zullen benoemen. Ja. En hoe ervaren mensen dit uit de zaal? Hebben mensen uit de zaal verhalen die ze willen delen? Ik zie een hand opsteken. Kan ik jij nog plaatsen? Mag ik je uitnodigen? Ja, top. Kom lekker zitten op het... Ja, gelijk in het midden. Praatstoel. Praatstoel, hè? Nee, ik heb het zelf wel eens eerder gehad dat ik... Ik heb twee Marokkaanse meisjes in een van mijn klassen zitten. Die heb ik er toen twee keer uitgestuurd eigenlijk. En toen kwamen ze naar mij toe. Mevrouw, u stuurt ons alleen maar er de hele tijd uit. U discrimineert ons. Ja, dat voel ik wel. Ik ben zelf nog student overigens, dus dat was echt de allereerste keer dat mij zoiets overkomen is. Dus dat vond ik wel een heel pittig gesprek om met ze te voeren. Ook van, oh goh, ik heb het niet zo ervaren. Maar ik vond het wel heel fijn eigenlijk om dan hun de ruimte te geven van, joh, leg aan mij uit waarom jullie denken dat dat discriminatie is. Ik denk heel erg dat als je leerlingen de ruimte geeft, dat je zoiets wel kan oplossen. Lijkt mij. In mijn geval ging dat eigenlijk zo. Is het ook herkenbaar voor jullie dat dit bij jullie gebeurt? Dankjewel. Dankjewel. En je naam is trouwens? Merel. Merel, thanks. Welkom, Merel. Ja, wij komen dit met regelmaat tegen op middelbare scholen in Amsterdam inderdaad. En dan is het denk ik heel erg belangrijk om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Van hoe sta je daarin en wat kan je daarmee doen? En gooi het vooral open naar je leerlingen toe. Maar ook onderling, zorg gewoon dat je als docententeam van elkaar weet hoe je omgaat met dit soort situaties. Zodat leerlingen niet bij de ene docent iets heel anders meemaken dan bij de andere docent. Oké. En hoe ervaar jij dat, Wendy? Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat er een aantal leerlingen zich gediscrimineerd voelt. Ik heb die les gehad en ik voelde me gewoon heel erg gediscrimineerd. En eigenlijk wat Jordi al zei, is het gewoon belangrijk om het gesprek aan te gaan, maar ook echt aan te kaarten bij die leerlingen. Goh, ga eens het gesprek aan met die docent. Voel, zeg wat jij voelt en vertel waarom jij vindt dat jij gediscrimineerd wordt. Want heel veel docenten komen met bepaalde normen en waarden, met een rugzak vanuit hun eigen opvoeding. En ze weten vaak ook niet dat bepaalde opmerkingen bij een ander verkeerd over kan komen. Heb je ook het gevoel dan dat sommige leraren een soort blinde vlek hebben? Zeker. En om die blinde vlek weg te proberen te poetsen, kun je alleen als je aankaart van, joh, hetgene wat je net hebt gezegd, daarbij voel ik me heel erg gekwetst en ik wil heel graag uitleggen waarom. Super. Precies, dus eigenlijk door de communicatie aan te gaan en het bekend te maken. Ja, zeker. Okay. Ja. Ja. Ik denk dat het tijd is voor nog een casuïstiek. Casus 4. De schoolleiding wil de vrijdagmiddagborrel alcoholvrij maken. Een deel van het docententeam is hierop tegen en protesteert. Wat moet de school doen? Bekend verhaal bij jullie? Nou, eigenlijk niet. Nee. Bij mij ook niet. Nee, totaal niet. Ik zie allerlei geknik in de zaal. Ja, ik denk misschien moet even langs de zaal. Misschien kunnen we iemand uit. Of misschien schoolkampen. Ik heb zelf eens, als ik het zelf kan vertellen, ik was op een schoolkamp meegemaakt dat mensen heel graag wilden drinken. Tot in de late uurtjes op mijn stageschool. Men vond daar wel wat van, want je hebt toch wel kinderen waar je verantwoordelijkheid over hebt. Is dat herkenbaar bij jullie? Of... Ik zie hier iemand ja knikken. Zou je naar voren willen komen? Ja. Ja. Mag je jezelf even voorstellen wie je bent? In de microfoon? Ja. Ja. Hi, ik ben Thomas. Ik ben ook nog student, via student. Ik studeer dit jaar af en ik loop stage op een Montessori school. En daar geef ik 1 tot en met 3 VWO les. En ik had toevallig dit gesprek nog in de leraarkamer vandaag over deze casus. Oké, okay, nou top. Dus dit is super toevallig. Ik vind persoonlijk, dat het, als het alcoholvrij... Nou, laat ik het zo zeggen. Wij willen een alcoholvrije school zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om dan gewoon te zeggen, we doen geen alcohol bij de vrijdagmiddagborrel. En wellicht is er een eindejaarsborrel of een speciaal moment waarin alleen docenten er zijn, dat er echt geen kinderen meer rondlopen. En dan kan het misschien. Maar ik denk dat het voor het beeld van de kinderen veel beter is om dan te kiezen voor alcoholvrij.
Dat is, En hoe denk je, dat is dan wat ik interessant vind, hoe denk je je mede-collega's over? Die zeg maar... Ja, ik denk dat het ook een tijdding is. Dus dat het vroeger wel kon en dat we daar nu anders over nadenken. En persoonlijk ben ik van mening dat als de tijd verandert en je wil echt niet mee veranderen, dat daar dan misschien een probleem zit. Het is misschien een hele heftige uitspraak. Dat weet ik zelf ook, dat ik nu een knop in het hoenderhok gooi. Maar ik vind wel dat als een groot gedeelte van de school iets aangeeft en jij behoort je tot een 5-10% dat daar, die daar kritiek op heeft, dat je ook jezelf als professional moet opstellen en denken, oké, ik ben dus lid van een hele kleine club die dit vindt en misschien moet ik eens overwegen om dan een concessie te doen. Dat denk ik. Ik denk dat we zo'n interactie, echt zo'n flow moeten we echt inhouden. Ja. Dat is echt wel mooi dit. Dus dat gaan we zeker vaker ingooien. Ik heb nog een casus gezien die ik echt ook nog graag zou willen toelichten. Vooral bij scholen die denken van, moet dit nou wel? En dat is casus 1. De schoolleiding wil Paarse Vrijdag organiseren. Een deel van de ouders en een deel van de docenten komt verhaal halen en is hierop tegen. Wat te doen? En dan... Is het nou herkenbaar bij jullie, Evelien? Maar wij zijn deze casus, die heb ik ingebracht. Die zijn we tegengekomen. Nou, die komen we op meerdere scholen tegen. Nou, wat te doen? Ja, ik blijf erbij. Je moet echt met elkaar in gesprek hierover. Dat is het enige wat je kan doen. Je moet met elkaar in dialoog over hoe je hier als school mee om wil gaan. Kijk, wat er niet handig aan is, is dat, dat alleen de schoolleiding bedenkt, we gaan iets doen met Paars Vrijdag. En het docententeam daar niet genoeg in mee heeft genomen. Want dan krijg je wrijving. Maar ik denk dat als je het goed bespreekt en het met elkaar over eens bent wat het nut ervan is en waarom je dat in Amsterdam zou willen doen, daar aandacht aan zou willen besteden, dan moet je toch wel tot iets kunnen komen, mag ik hopen. Ik vind het nu wel interessant, want je zegt nu wel van dialoog, maar voor ook de startende docent of eventueel leraren of mensen die echt leraar willen worden, die denken van, nou, hoe ziet dan zo'n dialoog eruit? Wat kan ik aan doen als ik het echt gewoon de basics, de handvat kan krijgen? Wat is dan nou zo'n dialoog? Nou, een dialoog is geen debat. Dus in een dialoog zoek je altijd naar waar kun je elkaar vinden. En dat is denk ik in elk gesprek van belang. En zeker nu de samenleving steeds meer polariseert en je ziet dat scholen eigenlijk een soort van samenleving in het klein zijn, zie je ook dat ongemak wat je overal in de stad tegenkomt op scholen terug. Ja, dus dat heeft te maken met heel goed luisteren en zoeken waar kun je elkaar vinden in de plaats van zoeken naar hoe raak je elkaar kwijt. Okay. En als er een frictie is tussen docenten, de ene zegt van hier moeten we wel mee omgaan en de andere niet, en de ouders gaan bemoeien. Kijk, het is wel makkelijk gezegd dan gedaan, hoe kan je dit als individu oppakken? Dat als de schoolleiding ook denkt van nou, ik ga hier niet mijn vingers aan branden, zoek het maar zelf uit. Hoe kan je dan als individu dit gewoon oppakken? Als individuele docent? Ja. Nou, ik zou toch kijken of je niet dit een keer in een docententeamvergadering kan inbrengen. Van jongens, hier lopen we tegenaan. Ja. Of we hebben een personeelsfeest en we zijn het er niet over eens. Want de helft van de docenten heeft een islamitische achtergrond en die wil liever geen alcohol. Maar wij drinken al 20 jaar bier tijdens ons personeelsfeest. Nou, ja, je zult er toch uit moeten komen met elkaar. Het is goed is in het leven. En Jordi? Ja, bij ons is het zo dat vooral inderdaad Paarse Vrijdag wordt meestal georganiseerd door leerlingen. Wij proberen dit soort dingen juist heel erg van onderop te organiseren. En daarnaast ben ik wel van mening dat ook bij dit soort dingen, dat er voor de schoolleiding echt hier een rol is weggelegd. Ik vind dat je namelijk als school met één stem naar buiten moet dragen wat je vindt. En als jij ervoor bent als school, voor ons een openbare school, dat inderdaad Paarse Vrijdag georganiseerd moet kunnen worden, juist voor die inclusiviteit, vind ik dat je dan echt met elkaar moet zeggen, we gaan dit doen. En als je dan zelf tegen een situatie aanloopt, dat je als individuele docent dus een akkefietje hebt met ouders of wat dan ook, dan kan je inderdaad zelf eerst de dialoog aangaan. Maar ik ben wel van mening dat als je daar als school achter staat, dat je ondanks die dialoog wel kan zeggen, dit is wat we gaan doen. En je kan ook zeggen dat bijvoorbeeld bij Frans we de verkeerde woordjes leren. Allemaal prima. Maar dit is hoe we ons onderwijs invoeren. En op het moment dat je daar met alle docenten en met alle managers ook achter staat met deze visie, ben ik van mening dat je dat op deze manier gewoon makkelijk kan zeggen.
Super. Je zit zeker ook in de politiek, of niet? Held. Dus eigenlijk probeer je te zeggen, op die manier krijgen ook de mensen mee die er eigenlijk niet voorstander voor zijn. Zeker, ja. Ik denk dat op die manier. En daarnaast, leg het ook bij degene waar het over gaat. De leerlingen. En op het moment dat er dus ouders zijn... Het gaat ook wel eens over docenten natuurlijk. Hè? Ja. Dus absoluut, je hebt de GSA's en dat zijn vaak leerlingen en docenten samen. En de schoolleiding moet er natuurlijk wel verstaan, maar het is net als in de stad. Je moet wel draagvlak hebben voor je beleid. Dus hier goed over praten met je docententeam is wel een voorwaarde om dat als schoolleiding zo te kunnen uitdragen. Wederom is die onderlinge communicatie en in die veilige sfeer creëren is hier ook weer essentieel. Ja. Oké. Okay. Ik ga gewoon door met casus en even een interactie. Deze vind ik wel interessant. Casus 2. Een aantal leerlingen voelt zich wel eens gediscrimineerd in de klas. Sorry, Ramadan, ik moet een beetje nog bijkomen. Ik heb nog niks gegeten en gedronken. Casus 3. De docenten bedoelen het goed, maar sommige opmerkingen of grapjes die worden gemaakt kunnen niet meer in deze tijd. Een casus die is ingebracht door iemand. Wendy, kijk even naar jou. Ja. Eigenlijk wat ik net ook al vertelde, is het wel belangrijk als jij vindt dat bepaalde opmerkingen niet kunnen, is het belangrijk om dat kenbaar te maken en met elkaar in gesprek te gaan van uitleggen waarom je dat niet vindt kunnen. En ja, dan is diegene die die opmerking heeft gemaakt, is op dat moment even luisterend oor en die kan misschien ook even vertellen hoe hij bij deze opmerking is gekomen. En echt gewoon het gesprek met elkaar aangaan, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ben je wel eens in een situatie geweest dat het is voorgekomen in je klas? Ja, absoluut. Maar ook onderling bij collega's zelf. En dan vertel ik ook gewoon van ja, wat je net hebt verteld, dat raakte mij. En ik vind dat gewoon niet kunnen. Dus zou je hier in het vervolg rekening mee willen houden? En ja, dan gaan we gewoon echt het gesprek met elkaar aan. Waar komt mijn frustratie vandaan? En op die manier kunnen we elkaar begrijpen. Ja. Ik vind het best wel een interessante kaas trouwens. Thanks, Wendy. Ook vanuit mensen uit de zaal. Dit is wel een meest besproken ding binnen docenten. Van wat kan je nou wel zeggen? Wat kan je nou niet zeggen? Waar ligt nou het grens? Wanneer is namelijk het een grap of wanneer niet? Ja, en ik zou wat... Hebben jullie wat voorbeelden? Iemand in de zaal die denkt van oké, nou... Ja. Janna. Kom even naar de plaats toe. Wil je de microfoon pakken? Ja, top. Ja, ik ben Janna. Ik werk in groep 4 van een basisschool. Ik ben zijinstromer, dus ik moet nog heel veel leren. Een van de dingen die ik ook moest leren, dat heeft wel hiermee te maken. Ik had een gesprek met een ouder. En het ging over iets wat een ander kind had gezegd. En ik zei, ja, maar ik geloof hem op zijn blauwe ogen. Nou, en dat had ik echt niet moeten zeggen. Dus er ontstond een heel vervelende situatie eigenlijk over een opmerking die ik helemaal niet als zodanig had bedoeld. Ik bedoelde gewoon, weet je, dat is zo'n jongetje, daar kun je goed aan zien of hij liegt of niet. Hè, dat heb je met sommige kinderen. Dat heeft mij best veel tijd en moeite gekost om dat weer uit de lucht te halen. En het doet me ook wel realiseren van ja, het is iets wat ik gewoon zeg. Ik geloof iemand op zijn blauwe ogen. Maar ik kan me voorstellen dat als je zelf geen blauwe ogen hebt, dat het anders overkomt. Nou, dat was mijn casus. En wat heb je het jou geleerd? Nou, dat dus. Okay. Als je geen blauwe ogen hebt, dat zo'n opmerking dan anders overkomt. Dat je daar beter over na moet denken voordat je het zegt. En dat lukt echt niet altijd. Want je flapt er natuurlijk ook wel eens wat uit. Maar, Dus eerst nadenken en dan zeggen. Ja, in theorie, hè? Deze opmerking zal ik niet meer zo snel maken. In ieder geval. Thanks, Jan. Dankjewel. Ik zou, gezien ik nu echt mijn vast kan verbreken, ik heb net even water gedronken, vind ik wel even mooi om nog één iemand uit het publiek in de plaatsstoel uit te nodigen. Ja, ik zie iemand. Kom even bij. Welkom. Hallo, mijn naam is Latifa Boeras. Ik ben docent Frans op een middelbare school. Wat ik interessant vind van deze casus is het volgende. En dat hoorde ik hier ook achter me van de docenten. Is dat we best wel veel vragen van leerlingen. Want het zijn hier de docenten die een bepaalde opmerking maken. Maar de leerling moet aangeven van, ik heb er moeite mee. Dat is best wel veel gevraagd van pubers. Of nog jongere kinderen. En docenten zouden beter moeten weten. Want...
Het gaat niet om de intentie, vind ik, maar om de impact van je woorden. Je intentie kan goed zijn, maar de impact kan soms grandioos zijn. En is een leerling dan in staat om aan te geven, ho, wacht eens even. Ik heb als volwassene moeite met bepaalde opmerkingen. Dan heb ik ook niet zo gauw een antwoord paraat. Kunnen we dat dan wel van onze leerlingen verwachten? Ja. Ja. Goeie, ja. Jordi, zou je hier misschien op willen reageren? Ja, ja, zeker. Ik denk dat het inderdaad een goed punt is dat je hier opmerkt. Maar inderdaad, ken je doelgroep. Dat is heel duidelijk. Zorg ervoor dat je weet wat voor klas je hebt, wat voor samenstelling je hebt. En ook op welke manier ook andere docenten communiceren. Want op het moment dat jij alleen staat en bepaalde opmerkingen maakt, zal dat al veel sneller opvallen. Daarnaast is het wederom die veilige sfeer. Want ik heb zelf ook dit laatst bij mentorleerlingen van mij, die hebben dit meegemaakt. Waarbij een nieuwe docent kwam. Oh, het lijkt hier net Artis. Dat kan. Als ik het zeg, met een groep die ik al 3 jaar lesgeef en waarbij ik weet op welk moment ik het wel kan zeggen en wanneer niet. Bij hen ging het gelijk het verkeerde keelgat in en die relatie is tot op heden nog steeds verstoord. Juist onder andere door dit soort opmerkingen. Dus zij voelde zich gelijk aangevallen. We zijn toch geen dieren, alleen omdat we zwart zijn. Weet je, dat soort opmerkingen die ik dus gelijk naar mijn hoofd gestingend kreeg, terwijl ik hun coach was. En ik moest er ineens wat gaan doen. Dus toen hebben we inderdaad net, we zijn die dialoog aangegaan. Ze zegt, hey, ik weet niet op welke school je vorige keer hebt lesgegeven, maar het kan bij deze doelgroep echt helemaal niet, dit soort opmerkingen. En diegene is zich ook echt gaan aanpassen, ook meer gaan inlezen. Maar ook hier had hij eerst beter de dialoog aan kunnen gaan. Eerst zorgen voor die veilige sfeer, voordat je dit soort opmerkingen had kunnen maken. Mooi. Ik zou eigenlijk van al onze gasten hier een tip over een moeilijke situatie, wat jullie blueprint is van oké, okay, als ik vandaag als kijker nu kijk en ik ben een startende docent en deze tip kan ik morgen gebruiken in mijn klaslokaal. Wat zou een gouden tip zijn om moeilijke situaties te bespreken als ik nu aan jou zou vragen, Evelien? Stel je kwetsbaar op. Stel je kwetsbaar op, ja, als docent. Ja. Oké, okay, Jordi? Investerende relatie op voorhand. Investerende relatie op voorhand. Ja, inderdaad. Stel je kwetsbaar op en vertel ook zelf waar jij vandaan komt. En zo krijg je ook begrip vanuit de leerlingen. En kunnen zij jou beter snappen. En andersom, toon interesse ook in die kids. Dat is dus belangrijk. Gezien. Ja, ja, dat ze zich gezien en gevoeld voelen. Ja. En jij, Danny, wat denk jij? Ja, ik denk toch wel relatie. Eerst de relatie en dan pas het echte lesgeven. Want ja, ja, iedereen kent wel het gezegde zonder geen relatie, geen prestatie, zeg maar. Ja. Ja, daar geloof ik wel erg in. Zeker. Ik denk persoonlijk ook, om daar aanvullend ook bij jullie, van spreek heel vaak vanuit het hart. Als je vanuit je hart spreekt, kan je andere harten raken. Dus zorg dat je hart gewoon zuiver intenties. Want we hebben echt als docenten, we zijn rolmodellen, we zijn mentoren, we zijn soms ook vaders. Als je dat gevoel in je hart hebt, dan kan je andere harten raken. En zo maken we het onderwijs iedere dag beter, zo zie ik het. Ja, wauw. Ik begin wakker te worden, want echt water en suiker in mijn vasten verbroken, dus ik kan weer beginnen. Nou, zal ik dan even gaan zitten? Nee, de floor is yours. Volgens mij heb jij leuke nieuws vandaag. Ik wil ook de gasten hier echt bedanken. Jordi, jij blijft nog staan. En Evelien, dankjewel. Wendy, dankjewel. Nou ja, om het toch over de Ramadan te hebben. Ja, hoe ervaar je het nu op dit moment? Gaat het alweer... Ken je het gevoel dat je als je honger hebt en je gaat iets eten en dat je opeens je hele lichaam voel je gewoon die energie? Ja, voel je die tintelingen overal. Ja. Nee, maar echt, ik was echt moe. Ik wil lesgeven en ik had vandaag ook echt heel veel examenklassen. En als je als docent heel vaak gaat praten, je energieniveau gaat zo omlaag. En ja, ik had echt moeite met praten en slikken. En ja, nu kan ik eindelijk wat meer mezelf zijn. Dus nou echt, ja, en het is echt een heel mooi beroep. En echt, ik wens ook alle docenten die meedoen aan de Ramadan bij deze gezegende maand. En ja, jullie doen mooie dingen. Dus. En ik vind het ook wel mooi dat steeds meer mensen binnen het onderwijs het niet meer een raar opkijken. Ze vinden het gewoon echt bezinning, respect. Het wordt een beetje samengedeeld. Het wordt samengedeeld. Dus we gaan de goede kant op wat dat betreft. Mooi, mooi. Ja. Misschien wil je een leuke wens uitspreken of je gedachten delen. Dat kan je ook allemaal online mededelen. En alle mensen heel veel succes met de Ramadan. De MBO-week. Het gaat vooral om de mentale gezondheid.
11 tot en met 15 april zijn de gratis sessies van het samenwerking... Samenwerksverband. Ja, samenwerksverband. Dus je kan je gratis voor inschrijven. Dus op, ja, als je dus bij het MBO de Week van de Mentale Gezondheid googelt, dan kan je dus gratis sessies krijgen en dat wordt door het samenwerkingsband geregeld. Ja. Dan hebben we het ook over de VO. Nou, wij allemaal dragen uit dat we het belangrijk vinden dat er een veilige schoolomgeving is. Daarom zijn er via de gemeente Amsterdam nu gratis trainingen. En hier kan je ook inschrijven. Er zijn 3 trainingen: de leefwerelden van de jongeren, de groepsdynamiek en over problematisch gedrag. Dus dat is ook belangrijk voor in de klas, dat dat bespreekbaar wordt. Als je als school kan je hier voor inschrijven en dan kan je dus gratis trainingen volgen. Dus ja, doe beroep op bij je MT om dit naar voren te brengen. Ook nog een mooi nieuwtje is, nou ja, althans voor mijzelf ook heel fijn. Je kan €100 gratis reistegoed terugkrijgen als je naar deze link gaat, naar de amsterdam.nl reiskosten. En dan kan je €100 terugkrijgen. Het is altijd leuk om een extraatje te krijgen. Je merkt namelijk dat de reiskosten ja, steeds minder worden. Eerst krijg je 100% en dat wordt steeds minder. En als je in Amsterdam werkt, willen ze namelijk een tegoed geven. Dus voor de mensen die het nog niet wisten. Wisten jullie het trouwens? Steek je hand op als je het wist. Uit de zaal heb je maar 2-3 mensen die het wisten. Maar ik wist het ook eerlijk gezegd. Ik wist het ook niet. En trouwens, complimenten voor de redactie die echt super flitsende gifjes maken. Net echt super mooi. En je doet het echt hartstikke goed. Nou, dankjewel. Oké. Heb jij nog verder toevoegingen? Nee, ik denk dat het een mooie ding is. Ik vind het wel mooi. Kijk, we zijn nu helemaal in de flow met interactie. Ik vind het ook wel mooi als echt jullie de kijkers, maar ook hier jullie aanwezig, dat jullie ook de mooiste, leukste, grappigste anekdotes, nieuwtjes of nieuwswaardige items. Of denk je van, nou, ik heb een heel mooie idee die ik heel graag wil uitlichten bij jullie. Nou, ga dan naar de Amsterdamse Leraarcafé via Pakhuis-Zwijger en deel je inbreng. En bij de volgende aflevering kunnen we dat bespreken of desnoods jou uitnodigen. Dus doe dat vooral. Nou, dan komen we naar de tweede ronde. Ja, dan gaan we nieuwe mensen uitnodigen. Ja, ik ga hier collega Franca Damman uitnodigen bij het Schoolbank. Welkom. Ja, dankjewel. Nou, toen mij gevraagd werd een kort iets te vertellen over mijn praktijk, toen moest ik meteen een aantal dingen denken. Ik ben zijenstromer, groep 5 op een basisschool in Amsterdam. En nou, als het gaat om moeilijke gesprekken, dan zijn die er gelukkig heel veel. Ik zeg ook wel moeilijke gesprekken. Ik vind het eigenlijk hele mooie gesprekken. Ik moest meteen denken aan de week van de lentekriebels, waar dat soort gesprekken naar voren kwamen. Ik moest denken aan een week tegen pesten. Ik moest denken aan de oorlog in Oekraïne. Maar eigenlijk was er ook deze week nog iets heel moois en toch voor gekozen om dat met jullie te delen. Een aflevering van Klokhuis over racisme. En nou, alle kinderen waren echt ontzettend geboeid aan het kijken. Zelfs een jongen waarvan ik echt met mijn hand in het haar zit. Van hoe krijg ik die aangehaakt? En geboeid en stil waren ze aan het kijken. En diezelfde jongen kwam daarna ook naar mij toe. En die zei van juf, wanneer gaan we een keer een les doen over racisme? En kan ik je daar dan bij helpen om die te ontwerpen? Dus dat vond ik al echt heel erg mooi. En toen hebben we daarna gesprekjes gevoerd onderling tussen de leerlingen. Ik ben er bij een paar gaan kijken, gaan observeren. En toen hoorde ik een leerling heel overtuigd zeggen van we zijn allemaal gelijk. En toen hoorde ik een andere leerling als reactie erop zeggen, nee, we zijn juist allemaal anders en dat is juist zo mooi. Die gesprekken, die zijn er gelukkig heel veel, moeilijke gesprekken. En ik geniet daar echt enorm van. Ik vond het heel leuk om naar deze gesprekken hier achter mij net te luisteren. Want wat ik zelf merk als leerkracht is dat ik het heel spannend vind om zelf een faciliterende rol te hebben in in die moeilijke gesprekken tussen leerlingen of met leerlingen. Hoe blijf ik onbevooroordeeld? Ik heb net al wel geleerd, hè, van probeer ook zelf inderdaad kwetsbaar op te stellen. Maar kijk er heel erg naar uit om dat gesprek voor te zetten met de anderen straks. Wow. Ja. Dankjewel, Franca.
mag je plaatsnemen waar je wil. Ja, jullie mogen doorschuiven worden. Dus. Hier is goed. En dan hebben we de laatste gast voor vandaag, Shanna. Shanna Dorpmans, dansdocent bij het Bindelmeer College. Ja. Welkom. Ik ga heel even inzoomen op Franca met de klassiek. Ik hoorde het verhaal, hè. Je wou Oekraïne vertellen. Wat ik heel vaak bij leerlingen hoor, verschillende soorten collega's ook hoor. We zijn allemaal over, als het gaat om de Oekraïnse kwestie, tolerant geweest. Wij zelf vanuit de Rotary Club hebben ook heel veel gedaan. Nederland heeft heel veel gedaan, maar ik krijg bij sommige leerlingen de vraag van meester Emin, hoe komt het nou dat er in, wel voor Oekraïne zoveel aandacht aan besteed wordt, maar bij alle andere landen niet? En als ik dit vraag stel, zeggen ze altijd, ja, maar dat is verder weg. Maar het gaat toch om mensen? Hoe kunnen wij zulke leerlingen, en dan vraag ik eigenlijk aan jullie allemaal, dat ik kan zeggen van, als je in Europa bent, word je wel meegenomen, dan wordt er wel met je meegeleefd. Maar als het in Afrika of het Midden-Oosten is, of nog verder weg, dan negeren we het. We zien het wel, maar we leven er dan niet mee. Hoe komt dat? En elke faal is even belangrijk, hè? Want ik kan de antwoord niet altijd geven. Ik zeg ook altijd van, dit is heel dichtbij, het komt heel dichtbij. Maar ik weet echt de antwoord niet. Wat kan je zeggen tegen een leerling die met zo'n ding is? Of kan ook. Nou, waar ik nu aan moet denken, het is misschien een beetje een vergezocht antwoord, maar waar ik nu aan moet denken is dat we ook toevallig net met de Romeinen zijn bezig geweest. En er waren best wel wat vergelijkenissen met het verhaal van toen. Mm-hmm. En nu hebben we gewoon alleen al oorlog, hè, of in gevecht zijn met elkaar. En waarom dan? En wat ik merk is dat leerlingen ook door dat soort verhalen, geschiedenisverhalen van vroeger, ook vaak wel geraakt zijn. Mm-hmm. Door wat gebeurt er dan met mensen, zo vroeger in zo'n verhaal. En om dat te koppelen, dus eigenlijk iets wat zo lang geleden gebeurd is, aan wat gebeurt er nu. En ook ergens anders in de wereld, dus niet alleen maar iets wat iets dichterbij is. Ja. Maakt dat het wat menselijker, als je er dus ook iets aan koppelt als een geschiedenisgebeurtenis van heel lang geleden, ten opzichte van wat is er nu aan de hand. Klopt. Helder. En ja, wat ik vooral inderdaad denk bij zo'n vraag is heel veel context geven. Wat is überhaupt de oorlog in Oekraïne nu? Welke spelers zijn daar? Wat speelt daar? En meestal weten leerlingen al best wel veel hierover. Bij mij in ieder geval, want het is een middelbare school, hebben ze net even iets meer Instagram-tijd misschien. TikTok gaat ook heel snel, dat is zeker waar. En daarnaast ook de context geven waarmee je het wil vergelijken, namelijk inderdaad in Syrië. En dan kom je soms op pijnlijke punten inderdaad. Waarom werden die mensen niet opgevangen en worden de Oekraïners dat nu wel gedaan? En soms kom je er ook niet uit. En dan is het ook gewoon, jammer genoeg is het zo. Ja. Wij zijn het er blijkbaar, of degene die daarmee, wij zijn het eens dat het een ongelijke situatie is. Mm-hmm. Maar blijkbaar is het dus zo geweest. En dan kan je kijken samen naar, hoe kan dat dan? En ik denk dat meer een gesprek is dat je als docent kan leiden. Meer als een debatleider, zullen we maar zeggen. Van, hey, hoe zie jij dat? Waar denk jij dat het aan ligt? Ja. Dan echt dat je een antwoord geeft. Ja, en dan heb ik een vervolgvraag hierop. Moeten docenten hierop bij Oekraïne en Syrië inspelen? Want heel veel docenten denken van, moet ik het wel bespreken? Want alles wat ik zeg kan goed zijn of fout zijn. Die zitten heel vaak in dilemma. Want dit vinden ze echt een moeilijke casus. Wat zou een tip zijn voor de docenten die denken van, moet ik het wel bespreekbaar maken? Of misschien is het iets voor burgerschap, docenten. Ik ben van mening dat het bij elke docent, elk vak gewoon besproken moet kunnen worden. En niet alleen dit. Dit is natuurlijk een zeer groot evenement op dit moment. Maar ook kleinere dingen. Als inderdaad het in elkaar slaan van Leeuw Kleine, die zijn vriendin eventjes mept. Nou, dat gebeurt dus ook in de werelden van deze leerlingen. En dat moet je ook kunnen bespreken. Ook al is die context misschien iets minder rijk. Maar op het moment dat je dus ook die kleine dingetjes pakt, maakt het al makkelijker om ook grote dingen bespreekbaar te maken. En daarnaast is het zo, je hoeft je eigen mening ook niet altijd te verkondigen. Het kan zijn dat er naar gevraagd wordt. Dan kan je dat natuurlijk zeker wel doen. Maar zoals ik al zei, ben een mediator in meningen en feiten die zij weten. Thanks, dankjewel. Ik zie jou knikken, Shanna. Kan je daarop Ik zei ja, ik knikte ja eigenlijk toen hij zei van, je hoeft je eigen mening niet te geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want wij als docenten, als wij onze mening geven, geef je heel erg kleur.
En ik denk altijd dat het belangrijk is om dat zo min mogelijk te doen. Daar knikte ik eigenlijk ja. Oké. Okay. Ik heb nog een vraag aan Franca. Franca, hoe spreek je als team één taal in de klas? Hoe bepaal je hoe er en wat er besproken wordt in de klas? Wel een beetje aanvullend hierop van wat kunnen wij als docenten één taal bespreken? Want ik heb net iets ingebracht wat heel toevallig vorige week was gebeurd. Van meester, er wordt wel over Oekraïne wordt gepraat en over Syrië heb ik nooit iets gehoord. Ja, dan weet ik daar geen antwoord op. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we bij zulke soort dingen één taal kunnen praten? Wat is een tip van jou? Nou, ik was echt ontzettend blij om na de voorjaarsvakantie een mail doorgestuurd te krijgen van onze directeur. Met letterlijk 10 tips vanuit de vreedzame school. Waarin omschreven werd hoe je ermee om kon gaan. En eigenlijk die 10e stap, zeg maar, dat was echt heel diep het gesprek ingaan. Maar stap 1 was gewoon op het bord maar eens op te schrijven, wat weten we al? Nou, toen kwam ik er dus achter dat kinderen inderdaad al heel veel weten. Maar ook, wat willen we nog weten? En toen steeds verder naar ook welke angsten leven er? Of wat roept het voor een emotie op? Tot aan tekeningen erover maken. En omdat we dat allemaal als docenten kregen, of als leerkrachten kregen op school, heb ik ook wel gehoord dat veel leerkrachten er op eenzelfde manier mee om zijn gegaan. Maar als ik mijn voorkeur uit mag spreken, dan had ik dat veel meer willen doen. Alleen al omdat je dan heel veel aan elkaar had gehad om uit te wisselen hoe je dat doet. En zeker als startende leerkracht is dat denk ik nog fijner. Oké, en je was even zijn zomer. Hoe lang sta je voor de klas, als ik graag mag? Ik ben in september 2020 gestart. Oh, super, mooi. Ervaren beginnen of beginnend ervaren? Hoe noem je dat? Je straalt echt collegialiteit. Ik kan heel veel van je leren, dus echt complimenten. Dus dat je nu al zo'n figuur hebt. Echt mooi. Ja, nou, ik voel me vooral echt heel bevoorrecht dat ik dit doe. Ja, super. Dat dit beroep er gewoon is. Ja. Mooi, thanks. Shanna, komen dit soort onderwerpen ook bij jou in de klas naar voren? Want jij geeft dans. Je kan dan op een andere manier staan voor een klas. Wat merk je tijdens het dans? Tijdens danslessen, en dan bedoel je welke taal we als één groep spreken. Nou, we zeggen 5, 6, 7, 8 en verder tellen we niet. welke taal we spreken. We zijn super gefocust op hoe het plaatje eruit ziet. En je staat voor de spiegel, je ziet jezelf, je ziet de ander die naast je staat, je vindt daar wat van, jij denkt dat die ander iets vindt van wat jij aan het doen bent. En ik denk dat het voor mij als docent belangrijk is om het gesprek aan te gaan over de overeenkomst en niet de verschillen die we van elkaar zien. Ik ben heel erg van het verbinden van elkaar en de ruimte geven aan de kinderen om zichzelf te zijn. Niet te kunnen zijn, maar te zijn. En dat is heel hard werken. Het begint in de eerste maand van de school, begint het met het gesprek van, hey jongens, wat hier in de studio gebeurt, blijft in de studio. Je mag zijn en doen. En als je daar wat van vindt, dan kunnen we dat gesprek aangaan. Maar het blijft wel altijd beleefd en netjes. En je spreekt iemand aan zoals jij aangesproken wil worden. Natuurlijk moeten ze elkaar tips en tops geven, maar het blijft altijd opbouwend. En ik zal altijd mijn les eindigen met iets tofs. Als in, we mogen zelf een choreo maken en we doen dit samen. Of je mag een freestylen in de groep. Je hoeft niet, maar je mag. Ja, ik wilde dat inderdaad net vragen. Verwerk je dat ook? Want dans is toch een vorm van expressie. Zeker, Verwerk je dat ook dan in een vorm van een dans? Of pak je een bepaalde thema om dat te belichten? En dan bedoel je nu Oekraïne bijvoorbeeld? Of bijvoorbeeld, dat kan in alle soorten thema's zijn. Ja, zeker. We beginnen sowieso met het thema identiteit. Dat is zeg maar het eerste stukje wat we doen in het leerjaar. En dat is van wie ben jij, wie ben ik, dus wie zijn wij? En zo bouwen we verder. En dan pakken we bijvoorbeeld gebouwen. Hoe zien deze gebouwen eruit? Hoe beweeg je in deze gebouwen? Hoe verwachten anderen dat jij je hoe jij je beweegt in deze omgeving? En wat bedoel je precies met gebouwen? Stel je voor, je bent in de rechtszaal. Hoe beweeg je je dan? Hoe sta je in de ruimte? Hoe zit je in de ruimte? Hoe voel je je? Wat doet dat dan met je beweging? Sta ik in het klaslokaal? Hoe beweeg je je dan? Dat zijn andere dingen. Hoe je ervoor staat. Zeg maar, ik sta nu achter deze microfoon. Dat is heel anders dan dat ik voor de klas sta. Ja, dat je op verschillende manieren kan aanpassen. Ja, precies. Ja,
En Jordi, hoe ervaar jij dat? Want je geeft weer op heel wat meer. Ja, ik geef inderdaad vooral geen dans. Dat moet je mij niet laten doen. Maar ik inderdaad in de geschiedenisles heb je twee manieren eigenlijk om dit soort dingen te bespreken. Allereerst kan je expres zelf ook dingen aandragen. Ik ben nu toevallig bezig met de derdejaars om het over slavernij te hebben. En dan ook in de breedste zin van het woord. Wat is slavernij nou eigenlijk? Hoe lang komt het voor? Wat heeft Amsterdam? Wat heeft de omgeving waar je op dit moment in woont ermee te maken? En dan is het heel erg weer het geven van context. Dus het heel erg geven van, nou, jullie weten heel veel van bijvoorbeeld inderdaad de Black Lives Matter movement. En hebben daar zelf ook heel veel ideeën bij. Maar onderbouw dat. Onderbouw die mening. Jij ziet iets. Jij voelt je inderdaad gediscrimineerd. Dat kan bijvoorbeeld. Hoe komt dat? Vertel. En vooral die waarom-vraag en waarom voel je je zo? En dat in combinatie met die context kan heel veel doen voor het denkproces ook van een leerling om te kijken naar die situatie. Wat merk je dan bijvoorbeeld? Kun je voorbeelden daarvan geven wat het dan voor effect geeft? Een voorbeeld was, ik begon dit thema bijvoorbeeld met Surinaamse kinderliedjes. En dan zou je denken, hoezo? Nou, er zitten een aantal leerlingen van mij waarvan ouders die liedjes zongen. Voor hen in hun kindertijd. Tot op het moment dat ik ze inderdaad op het bord liet zien en de echte tekst erbij. Waar gaat het eigenlijk over? En dat dan koppelen, dus hun beleefwereld, aan dus dit thema, slavernij. Waarbij er ineens wordt gezongen, hey, er wordt iemand gebrandmerkt. Hey, er wordt iemand vermoord. Waarom zouden ze deze liedjes zingen? En op die manier probeer ik dus die lesstof en dit onderwerp vanuit hun beleefwereld naar die context te trekken. En op die manier probeer ik dat. En je merkt aan die leerlingen dat ze daarin zien van, hey, ik heb dit altijd gezongen, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? En vooral dat denkproces, dat wil ik daardoor aanwakkeren. Ja. Voordat we naar de zaal gaan, heb ik nog één vraag aan Frank. Heb je nog een andere praktijkvoorbeeld die je nog met ons kan delen over moeilijke gesprekken die je hebt toegepast, wat er hier wordt besproken? Ik noemde ook de week van de lentekribbels, dat is ook kort geleden. En dat zijn dan ook lesmethodes die we dan aangereikt krijgen. Dus ik had daar een lesje van uitgezocht over grenzen aangeven en voorbereid. En ik merkte wel dat het ook prettig was om de kinderen al voor te bereiden op dat ze dingen zouden gaan zien waar ze eventueel aan moesten wennen of misschien wel even om moesten lachen. Dat werkte wel prettig. En wat ik wel merk is, en dat is, ben ik zelf ook nog een beetje zoekende in. En dat is echt in mijn rol als leerkracht. Hoe doe ik het oordeelloos, wat natuurlijk bijna niet kan. Maar hoe stuur ik dat gesprek? Dus ook op het moment dat er een kind was die zei van jongens met jongens, dat moet prima kunnen. En dan werd er gegicheld. Ja, ik sta nu dan toch nog wel op dat soort momenten met een beetje handelingsonbekwaamheid. Van hoe reageer ik daarop? Dus dat zijn voor mij echt hele waardevolle momenten in mijn leerproces. Maar ook dus wel echt toch wel moeilijk, maar vooral voor mij. Super. En wat zou je dan nodig hebben op dat moment? Wat zou je willen? Of wat zou je willen krijgen uit de zaal? We hebben hier best wel het optellen qua onderwijservaring. Ja, zeker. Dan komen we best wel hoog, denk ik. Zeker. Kunnen mensen daar uit de zaal... Heel graag. Het is ook inderdaad, we hadden het al even in het voorgesprek met een aantal mensen erover, dat ik heel graag zou willen dat de deuren veel meer open gaan binnen de school. Want echt, iedereen mag bij mij binnenkomen en mij op dat soort momenten letterlijk bekijken en bevragen en tips geven. Dus kom maar op. Kom maar binnen. In dat geval aan de zaal. Wat vinden jullie moeilijk om te bespreken? Wat zou iets moeilijk zijn om te bespreken? Of heb je daar een voorbeeld van die je hier op plaatsstoel kan delen? Of bepaalde handvaten die je mee willen delen? Ik zie een schoolleider hierheen te komen. Ik ben ook geen dansdocent, maar geef wel dat. Dus misschien kan ik bij jou aansluiten. En de reden van dansgeven is, ik heb lang lesgegeven in China. En daar wilden we bevorderen dat de angst voor vrouwen en mannen voor elkaar wegviel. En dan ging ik steldansen. Ik ben namelijk niet van de jonge generatie, ik ben bijna 50. En toen ik 14 was, toen moesten wij op steldansen. Er zijn vast mensen van mijn generatie die dat nog weten. En dan ging je de cha-cha-cha doen. 1, 2, 3, cha-cha-cha. En de jongen vroeg de vrouw ten dans. Hoe traditioneel kunnen we het hebben?
En dat in 2022. Dat is best een pittige. Want als ik namelijk nu ga beweren, als je het hebt over moeilijke gesprekken, en de man vraagt de vrouw ten dans, dan heb je gelijk. Het gesprek wat jij al zei, twee jongens, twee vrouwen, een man die vrouw is, alles is tegenwoordig mogelijk. Dus dat vond ik een heel moeilijk gesprek. Want ik wilde namelijk de angst voor elkaar wegnemen. En tegelijkertijd wil je ook die ruimte geven voor de huidige maatschappij. Dat vergt voor mij, als bijna 50-jarige, ook een ander inzicht op de huidige maatschappij. Dat het dus allemaal mogelijk is en alles kan. En toch wil ik die waarden en normen overbrengen aan die jonge generatie. Het respect voor elkaar, dus het respect voor de andere seksen. Met name ook waar ik woon op de Eiburglaan. Er staat nu een camera omdat mannen vrouwen aan het bespugen waren en mensen zich daar onveilig door voelden. Dus ik dacht, we moeten dat toch met elkaar weer bespreekbaar maken. Maar heel moeilijk. En ik heb dus dans gebruikt om dat met elkaar te proberen te doen. Heel leuk, we gingen ook echt afdansen met de jury, in jurken en hakken. Dus dat was eigenlijk mijn anekdote daarover, dat het best lastig is ook. En dat je vooral je eigen inzichten dus ook moet gaan bijstellen. En dat het dus ook wel echt lastig mag zijn. Ja, maar je mag ook gewoon zeggen, goh, ik vind het eigenlijk best moeilijk, want ik kom uit een hele andere tijd. Hebben jullie tips voor me? En leerlingen hebben echt tips voor je. Oh, dat is ook een mooie, ja. Een mooie tip. Ja, dankjewel, schoolleider Belinda. Dankjewel. Hey, gezien we nu helemaal in de flow zitten, voordat we nog iemand naar voren halen, heb ik wel een vraag. Gezien heel vaak deals worden gesloten hier in Pakhuis Zwijgen, ga ik kijken even naar jou, Shanna. Je geeft dansles aan kinderen. Volgens mij zijn ze ook wel getalenteerd, dus ik ga het ook gewoon vragen. Zou je het leuk vinden om een keer bij ons in de show met je kids te dansen? Zeker. Ja? Ja. Nou, als jullie nog iets hebben? Ja, we komen. Nou, echt super. Nou, dit is heel mooi. Misschien wel even de laatste aflevering van de Amsterdamse klas, dat we met de kids als opening en afsluiting dans iets kunnen. Helemaal goed. Ja? Ja. Dan kijk even naar de Amsterdamse klas. Zou het doen? Ja, toch? Moeten we doen, toch? Ja, ja. Nou, bij deze. Nou. Geregeld. Super. Nog iemand in de zaal? Ja. Is er nog iemand die... Ja, is er iemand die nog wat wil vertellen? Ja. Welke tips kunnen we meegeven voor beginnende docenten? Want dit is echt een pop-up university waar iedereen veel van kan leren. En zelfs wij leren heel veel van. Of misschien weet een beginnend docent wel een tip die hij als... hij... Wil je... ik zit er... Nee, ga je al. Ja. Welkom. Hi. Hallo. Pardon, sorry. Hi, ik ben Sally. Er is water voor jou zelfs. Er is water voor jou, mocht je het nodig hebben. Dankjewel. Fijn. Hi, ik ben Sally. Ik ben beginnend docent, bijna afgestudeerd. En de tip die ik voor mezelf vaak meeneem en ook aan heel veel andere mensen geef, is dat leerlingen zijn mensen. Het zijn hele kleine volwassenen en hele kleine kinderen. Wat ik zelf heb meegemaakt nu in het onderwijs, is dat ik een leerling had en die was het niet eens met wat ik tegen hem zei. En hij vond het niet eerlijk. Ik zei dat hij zijn telefoon weg moest leggen. En dan was hij het niet mee eens. Want iedereen mocht. En ik moet altijd mij hebben. Buiten het feit dat hij zijn boeken niet had. Zijn spullen niet had. Telefoon niet had. Geluid aan het staan. Op een gegeven moment zei ik, nou weet je wat. Als dit jouw probleem is, dan mag je nu een kaart halen. Dat betekent bij ons dat je eruit gestuurd wordt. En dus daar een groter probleem aan hangt. En dan kan je daarna met mij naar mij terugkomen. Dan gaan we hierover in gesprek. Maar ik wil nu... Nee, zometeen, als jij je kaart hebt gehaald, mag je met mij in gesprek. Deze leerling is het lokaal uitgelopen, maar heeft geen kaart gehaald. Want hij besloot, ik wil eerst dat gesprek. Als die kaart misschien zometeen niet nodig is, dan hoef ik hem ook niet te halen. Dat betekent dat ik tegen hem zei, toen hij aan het eind van die les weer naar binnen kwam, zo, waar is jouw kaart? Die heb ik niet gehaald, dus dan ga ik nog niet met jou in gesprek. Maar dat is niet eerlijk, ik ga hem ook echt niet halen, hoor. Dan ga ik ook echt nog niet met jou in gesprek. Dit bleef een riedeltje. Dan komen we bij de volgende dag aan en dan is de regel, zolang je dat niet hebt gedaan, kom je de les niet in. Deze leerling heeft mij gemaild, heeft mij in de ochtend nog even aangesproken, in de pauze voor de les. En dus voor de les kwam hij naar de les toe en hij zegt, mevrouw, ik wil gewoon naar binnen. Ik zo, nee. Zodra je die kaart hebt gehaald, en met mij heb ik een tijd voor jou en dan gaan we hier gesprek over. Maar op dit moment ben jij mijn grens overgegaan, heb je de regels verbroken en heb je eigen keuzes gemaakt. Dus ga ik niet met jou in gesprek.
Toen is hij eindelijk weggegaan, heeft hij die kaart gehaald om aan het eind van de dag dan weer bij mij terug te komen. En ik zeg tegen hem, oké, kom hier zitten. Je hebt je kaart gehaald, dat respecteer ik, ga met mij in gesprek. En hij doet zijn verhaal en hij vertelt waarom hij dingen oneerlijk vindt. En in eerste instantie is dat staand. En maar u en jij en zus. En ik zo, dit is geen gesprek. Ik wil dat je gaat zitten, ik wil dat je je rust pakt en ik wil dat je aan mij vertelt wat er bij jou mis is gegaan. Waar liep je tegenaan? Wat vond je vervelend? En hoezo vond je dat vervelend? Waarop ik daarna reageerde met, ik zag het zo, mijn reactie komt hier vanuit. Zie jij waar ik vandaan kom? En begrijp je wat ik hiermee bedoel? En dat zorgde ervoor dat hij zich gehoord voelde, maar ook dat hij inzag, dit is niet zomaar geweest. Ik heb hem er niet zomaar uitgestuurd. Het was niet een klein dingetje wat opeens te ver ging. Het was een samenhang van alles wat daarvoor al gebeurd was. Wat ik dus ook aan hem aangaf. Ik zei tegen hem, ik respecteer het feit dat jij zo goed weet wat jij niet eerlijk vindt. En dat je daar ook een gesprek over wil. En dat jij dat wil aangeven. Maar je moet ook leren dat daar momenten voor zijn. En zoals je dat nu aanpakt, dan gaat het natuurlijk niet werken. Ja, mevrouw, dat snap ik. En we gaan op betere voet verder. Dus wat ik wil meegeven is, deze mini-mensjes, deze hebben een mening. En zij vinden dingen. En soms zien ze niet helemaal direct in dat dat niet nu het moment is om het zo aan te geven. Maar dat is wel iets om mee te nemen. Neem dat gesprek, maar ook voor jezelf, hou die grens vast. Zo, we komen nu bij het einde. Ja, het gaat snel, hè? Het gaat heel erg snel. Maar ik zal even één ding zeggen voor iedereen die vandaag hier aanwezig is. Alle gasten fysiek die krijgen vanuit het pakhuis en Amsterdamse klas een gratis consumptiebon. Dus jullie mogen zo meteen een drankje beneden halen en even bijkletsen met je collega's. En dan ga ik het hebben over volgende week. We hebben op 14 april volgende week Doorloopjes 2 lancering, waar iedere fysieke gast hier een gratis boekje van Doorloopjes 2 krijgt. We hebben mooie gasten van René Knijber tot Paul Kirschner tot Jan van der Ven. Noem het maar op. Het wordt echt een toffe avond. En 18 mei hebben we de Amsterdamse Leraarcafé over het leraartekort. Maar ik zeg met een grote maar, wees dan fysiek bij, want we gaan niet meer online uitzenden. Dus wees er fysiek bij en zorg ervoor dat je hier de sfeer proeft. Dus we gaan mooie dingen doen. Ja, en dat, ik wil echt alle kijkers, maar ook de kijkers van AT5 bedanken. En Danny. Ja, en alle gasten hier. Alle mensen die hier zijn, aanwezig zijn vanavond. Ik wil jullie ook persoonlijk bedanken dat jullie hier een kijkje hebben. Dat je hier langs bent gekomen. Om ook hier de sfeer te proeven. Want dat ben ik toch van mening. Na coronatijd thuis te hebben gezeten. Is de sfeer van de verbondenheid met elkaar. Dit meemaken. Is iets magisch en iets moois. Dus daar wil ik in ieder geval alle gasten bedanken die hier iets willen vertellen. En de mensen hier ook. En de mensen thuis die nu kijken. En ik wil jou ook heel erg bedanken dat je hier... Dankjewel. Het was echt... Yassine was niet en Danny kwam en die denkt van, ja, ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon proberen. En ook dat is wel mooi. Dus echt applaus voor jou. Dankjewel. Beste kijkers, tot snel.